Afgelopen vrijdag werden in zwembad Aquarijn de jaarlijkse sportprijzen van de gemeente Alphen aan de Rijn uitgereikt. Wie is de beste sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent en sportvereniging van het jaar? Sportman van het jaar waren 3 mensen voor genomineerd. Om te beginnen zeiler Enno Kramer. Het gaat om de Flying Dutchman klasse waar je in zeilt. Tweede van de wereld, tweede op het EK. Een paar jaar geleden ben je wereldkampioen geworden. Zit het er nog een keertje in? Dat is een moeilijke. Ik wil graag nog wel, maar ja, jullie zien allemaal natuurlijk, ja, ik word wat ouder. En ik word gewoon wat blessuregevoeliger. Ik ga mijn fysiotherapeut jammer genoeg vrij goed kennen. Naast Enno Kramer, die de prijs al 2 keer in ontvangst mocht nemen, was voor het eerst Patrick Meka genomineerd. Hij debuteerde in 2015 op het WK Bowlen. We gaan allemaal wel eens bowlen voor de lol. Op een vrijdag of een zaterdagavond hier in het Alphense. Nou, dan probeer je boven de 100 punten uit te komen. Hoeveel gooi jij er nou in 10 beurten? Afgelopen jaar, 2015, heb ik. Even kijken hoor, waren 500 games. Dus 500 potjes, zullen we die officieel meetellen. Volgens mij was het 211 gemiddeld. Ja. 211 punten? Ja. ik krijg het op de PlayStation eens voor elkaar. Beter oefenen. En de derde genomineerde is de titelhouder, namelijk Lucas Woudenberg uit Zwammerdam. Hij maakt een erg goed seizoen door als linksback van eredivisionist NEC. Je zal normaal gesproken niet bij NEC blijven, hè? Dat is ook een optie, maar Feyenoord heeft nog een jaar contract. Dus Feyenoord is de baas in wezen met mij als met mijn mening. Maar goed, Groningen bijvoorbeeld, met je trainer mee? Dat heb ik ook gelezen op internet inderdaad, maar... Ja, mijn droom is nog steeds om bij Feyenoord vast waar te worden en daar ook te spelen. Maar je moet realistisch zijn en ik ga altijd voor het hoogst haalbare. En voor mij is dat gewoon eerste man worden bij Feyenoord. Maar als het via een omweg moet, is het via een omweg. Maar het liefst zo snel mogelijk volgend seizoen natuurlijk. 3 genomineerden, maar dan kan er maar 1 de winnaar zijn. Sportman van het jaar 2015, Enno Kramer. Ja, ik ben 53 inmiddels. Ga er maar aan staan. Ja, inderdaad. Ik kwam hier binnenlopen en ik dacht al van, poeh, gelukkig ben ik niet de alleroudste. Maar van de sporters is duidelijk wel. Maar betekent dat ook dat je dan op korte termijn denkt om te gaan stoppen met wedstrijdzeilen? Nee. Ik heb daar nog eens goed over nagedacht recent. Want ik zit namelijk de hele tijd op te schuiven. Ik zou eerst al op mijn 50ste stoppen, toen zou het 55 zijn. Eigenlijk zolang het lekker gaat, ga ik door. En ik heb gezien in 2018 is er een WK in Australië. Dat wil ik graag nog doen. En in 2019 is het WK in Nederland, waarschijnlijk. En dat wil ik ook nog doen. Ja, daarna... Ze zijn nog niet van je af? Nee, ze zijn nog niet van me af. En ja, daarna zien we wel. Ja, en natuurlijk, een keer kan ik dit niveau niet volhouden. Daar moet je reëel in zijn. Dan wordt het... al die oudere mannen, dat zie je, die kunnen dan bij licht weer, gaat het nog goed. En bij wind gewoon niet. En dat zal bij mij ook gaan gebeuren. De sportvrouw van het jaar klasse is een categorie met Olympische allure. Noël van Klaveren, turnster, genomineerd vanwege haar 4e plaats op het Europees kampioenschap, gaat naar alle waarschijnlijkheid naar de Olympische Spelen toe. Ik hoop natuurlijk een meerkampfinale te kunnen turnen. Of ja, wellicht een toeslagfinale, want dat is wel mijn specialiteit op sprong en wellicht misschien op vloer. Zit het medaille erin op sprong? Als je het niveau kijkt is het wel heel hoog. Maar ik ben mijn sprong aan het uitbreiden en hopelijk is het genoeg. 2 goede sprongen, 2 keer goed landen en dan zou het zomaar kunnen. Dan zou het inderdaad zomaar kunnen. Ook Marijn Koster gaat naar de Olympische Spelen toe. De 23-jarige atleet uit Bosco kwalificeerde zich in 2015 voor zowel de 15 als de 5000 meter. En ze won brons op de 3000 meter bij de Europese kampioenschappen indoor. En dan mag ze naar Rio toe. Ja, klopt. En op 2 afstanden, maar ze gaat voor de 1500 meter... En wij als familie met z'n 7e gaan er ook heen om daar aan te moedigen. Dus we zijn benieuwd. Ja, want het programma heeft wat overlap. Hè? Dus ze moet zich eigenlijk op 1 afstand echt gaan focussen. En dan kiezen voor de 1500, want daar heeft ze de meeste kansen. Ja, en dat is ook de afstand die zij het allerleukst vindt om te doen. Omdat die kort is, dus dan is het spannender dan wat langer. Dus dat is de afstand waarvoor ze gaat.
Dan hoop op een finale in een vol stadion. Ja, dat is de doel, de finale halen. En als je in de finale zit, kan alles gebeuren. Dus dat wordt spannend. Een zilveren medaille op de wereldkampioenschappen waterpolo voor Isabelle van Toorn uit Hazenswoude-Rijndijk. Maar tot haar grote teleurstelling heeft het Nederlands team, en dat was een ontzettend grote verrassing, want daar had eigenlijk niemand rekening mee gehouden, heeft Oranje zich namelijk niet geplaatst voor de Olympische Spelen. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Gouda ging het 2 weken geleden heel erg mis. En dat dreunt nog altijd na. Nee, zeker niet de prestaties die we de afgelopen jaren hebben gedaan, zeg maar. En ik denk ook wel dat wij daar thuis horen. Maar het is nog steeds piek op het juiste moment. En dat hebben we niet gedaan. 2015 was wel een goed jaar, hè? Daar gaat het dan vanavond over. Tweede van de wereld. Ja, ik mocht mijn eerste grote toernooi spelen. En een zilveren medaille was het resultaat. Dus dat was niet gek. Wat was het voor een WK? Een heel mooi WK eigenlijk. Ik denk dat we daar heel goed gespeeld hebben. Ons doel was om de halve finale te halen en dat is gelukt. En dat je dan in de finale staat die je zelfs nog bijna wint, dat was erg mooi. Sportvrouw van het jaar 2015 is geworden Maureen Koster. Maar Maureen loopt natuurlijk 1500 meter. Daar is een geduchte concurrentie, Sifat Hassan natuurlijk. Ze loopt 3000 indoor en ze loopt de 5000 buiten. Dat zijn allemaal wat andere afstanden, maar daar in alle afstanden is ze behoorlijk goed. Blinkt wel uit. Wat is haar grote passie voor die sport? Ze wil per se een keer goud halen? Ja, dat is denk ik het uiteindelijke doel van iedere sporter om goud te halen en alles uit jezelf te halen. Dus dat is wel haar uiteindelijke doel. En de hart ligt wel bij de 1500 meter. Dat is echt de afstand. Omdat hij wat korter is, heb je meer spanning. Het duurt minder lang. Dus daar ligt haar hart wel. Maar, 4 minuten, hè? Ja, onder de 4 minuten. Dat is een 8e op de wereldranglijst. Dus dat is wel haar afstand, ja. Een extra verrassing misschien vanavond was het uitreiken van de sportpenning van de gemeente Alphen. Een nieuwe sportpenning, want we hebben een nieuwe gemeente gekregen. Zij is de eerste die zo'n sportpenning gekregen heeft. Denk je dat ze daar ook blij mee is? Ja, zeker. En eigenlijk alles wat de gemeente tegenover sporters doet om ze even in het zonnetje te zetten, vindt ze superleuk, want je traint er heel hard voor. En dat dan de gemeente waardering laat zien, ja, dat is eigenlijk heel leuk, ja. Gaan we door met de categorie sportploeg van het jaar. Die prijs ging naar de dames van AAV 36. Ook Alphense Boys A1 en Alphense Boys D1 waren genomineerd. Maar de dames van AAV 36 die uitkomen in de eredivisie bij het atletiek. Zij handhaafden zich op het allerhoogste niveau van Nederland als sportploeg. En kregen daarom deze onderscheiding. Was het een verrassing voor jullie? Stiekem hoopten we het wel een beetje. We zijn al wel een paar keer eerder genomineerd geweest vorige jaren. En toen werden we het elke keer net niet. En ja, de prestatie van dit jaar was ook wel weer beter dan de vorige jaren. Dus we hoopten het wel, maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Jullie hebben een hele bekende, dat is natuurlijk Femke Pluim. En is dat ook een voorbeeld voor vele jeugd bij jullie? Bijvoorbeeld heel veel kinderen die aankomen. Het Daphne Schippers effect is in Nederland, hè? Maar bij jullie dan misschien het Femke Pluim effect? Ja, ik denk dat gewoon dat de atletiek in Nederland gewoon aan het groeien is. En uiteraard draagt Femke haar prestatie daarbij. En binnen de vereniging wordt ze zeker gezien als een uithangbord. En inspiratie voor vele jonge atleten, maar ook binnen ons eigen team. Als uithangbord van binnen ons team. En er waren meer prijzen voor AAV 36. Het sporttalent van het jaar is namelijk ook een atlete van AAV. Het gaat om hoogspringster Ilse Kuif. Mijn topmoment was wel de springen op de EOF. Dat is echt wel een grote Europese wedstrijd. Het ging helaas niet heel goed. Ik was 14e geworden, maar dat was wel een hele leuke ervaring. En ik hoop dat ik meer van dat soort wedstrijden mag gaan doen. Je bent springer, hoogspringer. Je springt ongeveer 1,74 meter hoog. Dat is bijna over mij heen. Als je wat hoger springt, dan tel je internationaal ook mee? Ik denk dat ik nu internationaal nog niet heel veel meetel, maar voor mijn leeftijd wel al redelijk. Ik denk dat als ik 1,80 ga springen, dat ik dan wel echt mee ga tellen. Er waren ook 3 genomineerden in de categorie sportvereniging van het jaar. Voetbalvereniging Alphense Boys, wielenvereniging Avanti en gymnastiekvereniging DOS. De prijs ging uiteindelijk naar Alphense Boys. Was het voor jullie als vereniging bestuur een verrassing dat je genomineerd werd en uiteindelijk ook nog een keer de sportploeg werd? Nou, verrassing weet ik niet, want
Je weet altijd dat je daar wel kansen maakt. We waren er wel heel blij mee, omdat het toch een beetje het gevoel gaf dat we terug waren van enige tijd weg geweest. Dus in die zin, ja, een aangename verrassing, laten we het zo noemen. Jullie hebben hoogspelende jeugdelftallen. De C en de A die zijn zelfs genomineerd geweest voor sportploeg van het jaar. Hebben het dan net niet gehaald. Maar jullie hebben ook een heleboel jeugd eronder, volgens mij. Dus... Ja, eigenlijk wil ik het vooral daarover hebben. Kijk, op zo'n gala als dit staat natuurlijk de topsport centraal. Maar ik vind dat wij om vereniging van het jaar te willen zijn of te kunnen worden, moet je meer doen dan topsport. En wij zijn gewoon een hele brede voetbalvereniging waar van hoog tot laag, van gehandicapten tot gelukkig ook heel veel meiden voetballen. Jong tot oud, senior, junior. Het is ik zeg altijd, het is meer dan voetbal alleen. Je hebt een maatschappelijke functie. Je houdt elk weekend een aantal honderden jongens en meiden van de straat. Mensen beleven op allerlei manieren plezier aan de sport, binnen en buiten de lijnen. En het feit dat dat dan wordt gewaardeerd met een nominatie, uiteindelijk ook met een uitverkiezing. Dat is wel iets om trots op te zijn. En wat ik ook al die vrijwilligers die daarvoor elke week aan de lat staan heel erg gun, zeg maar. Ik wil ook wel deze prijs aan hen opdragen. Het Alphen Sportgala 2015 was een evenement in afgeslankte vorm. Volgend jaar is het evenement wel weer net zo groot als eerdere jaren. Ook dan in Zwembad Aquarijn, maar dan niet in het Aquahome, maar dan in het bad zelf, op het water. En de datum is ook al bekend, vrijdag 27 januari 2017.